Wat ligt hier in godsnaam op de grond, Jesse? Dat zijn chemotherapeutjes voor na de behandeling. Om eigenlijk de kans van overleven groter te maken. Ja, ik had gehoord dat chemopillen in ieder geval ten opzichte van de normale chemo en niet echt wel een stuk minder heftig is. Maar ik vind het nog wel flinke bijwerkinglijstje, zeg maar. Ja. Ze heeft waarschijnlijk ook een alternatief voor mij in plaats van de tato-puntjes. Ik vind het toch wel heel erg spannend. Het is dus nu al een chique doos. Wel een hele chique doos. Hi lieve tatties, welkom bij weer een nieuwe video. Het is 2 januari en ik hoop dat jullie een geweldig oud en nieuw hebben gehad. Ik ben ondertussen de vlog voor jullie aan het maken, maar ik hoor Jessie Silver bezig in zijn kamer. Het geen zin om te slapen. Wat ben je aan het uitspoken, meneertje? Ik weet het niet. Wat ligt hier in godsnaam op de grond, Jesse? Oh my god. Wat ligt er op de grond, Jesse? Zout. Zout? Nou, dat denk ik niet. Wat ben je een boef? Ik wil uit. Nee, jij blijft liggen. Waarom heb jij dit gedaan? En op de stoel ook. Op de stoel ook. Oh, fijn dat je het even aanwijst. En op de trap ook. Op de trap ook. Ja. En hoe komt het daar dan? Ik zit is. Denk jij dat mama daar blij mee is? Ja. Nou, denk het niet. Dat is heel erg stout van jou. Jij blijft gewoon in bed. Gaat mama het opruimen. Oké. Goedemorgen. Het is vandaag 3 december. En het is weer ziekenhuisdag. Vandaag voor het eerst zonder Sergio. Want mijn moeder moet werken. En Sergio moet werken. En Jessie is thuis. Dus dat ging allemaal niet. Dus ik ga vandaag alleen. Ik heb een gesprek met de verpleegkundige specialist. En we gaan het hebben als het goed is over de chemopillen. En ik denk ook over de hormoontherapie. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ben voor het eerst gaan fietsen weer na mijn operatie. En dat ging helemaal goed. Dus een beetje buiten adem merk ik. Maar nee, ging wel goed. Nee, want er is gewoon een hoop gebeurd de laatste tijd. Ja. En je hebt ook nog afgelopen vrijdag met radiotherapeuten gesproken. Dokter Bagnoel. Ja, heeft ze daar nog mee gesproken? Ze heeft me gebeld, alleen ze gingen nog overleggen met dokter Houtsma. Ja, oké. Ik kan dat besluit gewoon niet maken. Nee, precies. Dus gaat het zelf bespreken met hem. Ja, dus gaan we eerst de chemotherapie voor die 6 kuren geven. En dan daarna de bestraling. Of eerst de bestraling en daarna de chemotherapie. Maar dan moeten wij nog even wachten. Ja, ja. Want er gebeurt nooit dat je een deel chemo geeft, bestraling en dan weer een deel chemo? Laat ik het zo zeggen, in het half jaar dat ik hier nu werk heb ik het nog niet gezien. Nog nooit gezien, oké. Okay. Want de bedoeling is dat we chemotherapie geven en dan de capecitabine. Is dat hormoontherapie? Nee. Of is dat het merk van de chemotabletten? Dat is dat het merk van de chemotabletten. Oh, oké. Okay. Je zou dan in aanmerking komen voor 8 kuren van de capecitabine. Dat zijn chemotabletjes voor na de behandeling. Om eigenlijk de kans van overleven en genezing nog groter te maken. Ja. Wat krijg je? 1 kuur duurt 3 weken. En dan slik je op de eerste 2 weken van die kuur. Slik je de chemotherapie tabletjes. Oké. En dat is 2 keer dan per dag. 'S ochtends en 's avonds met een tussenpoos van 12 uur. Oké. En dan heb je die derde week, is je rustweek, je herstelweek. En dan kom je weer bij de polykliniek aan het eind van die week. En dan beginnen we weer met de nieuwe 3 weken. Oh, oké. Okay. En dat gaan we 8 keer doen. Dus het is weer heel wat anders dan de infusie die je gewend bent. Ja, maar toch ook weer een beetje hetzelfde. Want ik denk, ik slik gewoon elke dag zo'n pilletje. Maar dat is dus niet. Het is gewoon echt 2 keer per dag. En dan ook nog een rustweek. En weer hier komen en zo. Want je moet wel weer herstellen. Ja. En het kan ook gewoon bijwerkingen geven. En die tabletjes moeten eigenlijk altijd op een volle maag worden ingenomen. Dus als je 's avonds je tabletjes inneemt, bewaar het toetje. Of dan eet nog een boterham vooraf dat je de tabletjes inneemt. Zodat ze echt op een volle maag komen. Oké. Mocht je een keertje een tabletje uit moeten spugen, kan natuurlijk altijd gebeuren, niet opnieuw in moeten nemen, want we weten niet hoeveel je dan al van de dosis hebt binnengekregen. Ja. Het zijn vaak wel meerdere tabletten per dosis, maar dat is heel even afhankelijk van de labuitslag die je van de week hebt laten prikken. Oké. Afhankelijk daarvan gaat de dokter de dosis bepalen. Ja.
Dus ik kan je nu nog niet vertellen welke dosis je gaat krijgen. Dat is pas als, ja, als die waarde bekend is. Maar zo'n dus zeg maar, ik moet 's ochtends wat in en mijn 's middags, maar dat kunnen dus meerdere pilletjes zijn. Ja. Ah, okay. Dus volgens mij is het maximum 2000 milligram. Dus dan is het maximum 4 tabletten. Oké. Okay. 'S ochtends en 4 tabletten in de avond. Met een tussenpoos van 12 uur. Ben je een keer een dosis vergeten, dan is het gewoon een vergeten dosis. Geef het wel altijd even door aan ons. Ja. En neem je het een keer om 8:30 en om 7:30. 's avonds is dat geen verschil, niet erg. Maar het moet niet 12 uur 's middags en 8 uur, 7 uur 's avonds worden of zo. Want dan zit er te weinig. Dan zit er echt weer te veel ruimte tussen. Er kunnen helaas wel een aantal bijwerkingen van komen. Nou, ook bij deze chemotherapie heeft het gewoon weer invloed op je beenmerg. Dus op je witte bloedcellen, je rode bloedcellen en je bloedplaatjes. Okay. Dus ook hierom geldt weer, heb je verhoging, 38 graden of hoger, laat het ons weten. Want je bent gewoon kwetsbaar voor infecties. Je kan ook klachten krijgen van vermoeidheid. En ook hier geldt, heb je een bloedneus, een spontane bloedneus, of bloed bij de urine, bloed bij de ontlasting, of spontane bloedplaatjes, of bloedblauwe plekken, willen we het gewoon weten. Ja. Dus dat geldt eigenlijk een beetje hetzelfde als bij de vorige chemotherapie. Ja, ook kan je ook weer, net zoals bij de vorige chemotherapie, last krijgen van je mond. Echt die slijmvliezen kunnen wat droger worden. Dus ook hier geldt echt 6 tot 8 maal daags je mond spoelen met gewoon wat water. En na het eten poetsen met een zachte tandenborstel om zoveel mogelijk klachten van de mond te voorkomen. Wat anders is, wat je nog niet bij deze, bij eerdere chemotherapie hebt gehad, is dat je hand-voetsyndroom kan krijgen. En dat is meer dat je handpalmen en je voetzolen, die kunnen wat roder worden. Daarna kan er ook wat blaarvorming of open wonden kunnen ontstaan. Daarvoor, als je gaat starten, krijg je van ons al preventief een vette crème mee. Dat is de Ceto Macrofol crème. Dat is een soort lekkere, dikke, vette crème. Die mag je op je handen en je voeten blijven smeren, zodat die voeten en die handen goed vet blijven. En daarmee zien we dat die klachten, eigenlijk als je dat preventief al goed smeert, dat we weinig van die klachten zien. Okay. Mocht je wel van die klachten krijgen, en dat begint dan echt met je handpalmen die rood beginnen te worden en je voetzolen die rood beginnen te worden, geef het gelijk aan. Want dan kunnen we kijken van wat moeten we hiermee doen en moeten we doorgaan in deze dosis. Maar dat is heel even afhankelijk van wat de klachten die je krijgt. En is dat een veel voorkomend probleem? Ja, we zien het wel regelmatig, maar als je goed smeert, vaak zien we ook weer dat het met het smeren ook weer overgaat. En als je klaar bent met de kuren? Herstelt zich dat dan weer? Dan hoort zich dat ook weer te herstellen. Okay. Ja. Dus dan moet het, mocht er echt een wond zijn, dan moet dat echt wel de tijd hebben om te genezen, maar het hoort zich te herstellen. Want het is door de chemotherapie dat je dat krijgt, maar het is geen blijvende schade. Nee. Maar mocht je die klachten krijgen tijdens de kuur, willen we het weten, want dan kunnen we zeggen hooguit dat je moet stoppen, of dat je extra rust moet hebben, of dat je een lagere dosis moet hebben. Dat is heel even afhankelijk van de klachten. Ja. Ook kan je wat misselijk worden van deze kuur. Daarvoor krijg je van ons ook preventief methoclopramide. Dat is eigenlijk gewoon basis. Mocht je misselijkheidsklachten hebben, dan mag je zo'n tabletje innemen. Okay. Je eetlust kan wat minder worden, je smaak kan veranderen. Maar dat is eigenlijk een beetje hetzelfde, net als bij de vorige chemotherapie. Maar mocht je misselijkheid hebben, geef als de methoclopramide voor zo nodig mee. Mocht dat niet voldoende zijn, mocht je altijd met ons contact opnemen. Ja. En wat we dan ook nog zien is diarree. Deze kuur kan echt klachten geven van diarree. En dan zeggen we waterdunne ontlasting meer dan 4 keer per dag. Mocht je daar last van hebben, dan altijd contact met ons opnemen. Je krijgt daarvoor ook altijd van ons loperamide. En loperamide zorgt ervoor, dus Imodium, om de waterdunne diarree te stoppen. Ja. En dat is dan... Als je waterdunne diarree hebt, dan moet je dat altijd eerst even overleggen met ons, maar je krijgt het wel alvast mee naar huis. Mag je 2 tabletjes innemen? Heeft dat niet voldoende geholpen tegen de waterdunne diarree? Mag je 2 uur daarna wederom 1 tabletje nemen? En werkt dat niet, mag je elke 2 uur 1 tabletje innemen. Okay. Met een maximaal aantal tabletjes van 8 op een dag. Maar dat is altijd eerst in overleg met overleg, ons. Ja. Maar we geven het wel, op het moment dat je gaat starten, geven we het wel aan je mee. Want niks is vervelender dan als je waterdunne diarree hebt, dat we zeggen, ga eerst maar naar de apotheek. Ja.
dat red ik niet. Nou, dat betekent. Je dan niet. Ja. Dus je hebt het dan alvast wel in huis, ja. Maar altijd in overleg. Zorg dan wel dat je altijd goed drinkt. En nooit je volgende puur innemen of volgende tablet innemen zonder dat je met ons hebt overlegd. Dat is ook een reden waarom we dat bloed hebben laten prikken, want dat kijkt naar een speciaal eiwit. En soms kan het zo zijn dat ik kan voorspellen dat als we die normale dosis eigenlijk geven, dat je dan te veel klachten kan krijgen van de diarree. Dus dat ze dan een lagere dosis kunnen inzetten. Maar dat is heel even afhankelijk van dat eiwit. Dan ook waar die nog terug moet komen. Ik had gehoord dat chemopillen in ieder geval ten opzichte van de normale chemo en niet echt wel een stuk minder heftig is. Maar ik vind het nog wel flinke bijwerkinglijstje, zeg maar. Ja, het kunnen hele heftige pillen zijn, maar de meeste gaan er gewoon goed doorheen. Ja. Maar dit zijn wel de bijwerkingen die we het meeste zien. Ja. Is er nog één bijwerking die we eigenlijk nooit hebben gezien? Die mijn collega Barbara, die hier al meerdere jaren werkt, volgens mij al ruim 12 jaar of langer, die ze ook nog nooit heeft gezien, is, maar dat is dat je hartklachten kan krijgen van dit medicijn. Als je dat hebt, mag je gewoon 112 bellen. Want als je ons gaat bellen, ik kan niet aan de telefoon uitzoeken of het echt van het hart is of wat het van het medicijn is. En een ambulancedienst, die kan dat wel. En hoe constateer ik dat? Als je bijvoorbeeld pijn op je borst krijgt of een drukkend gevoel. Dus echt als je klachten krijgt van je hart, uitstraling naar je linkerarm zien we vaak of naar je kaak. Ja, maar dat geldt voor jou, maar dat geldt ook voor mij en dat geldt ook voor je man. Ja. Iedereen die hartklachten heeft, gewoon 112 bellen. Ja. We hebben ze eigenlijk nog nooit bij dit medicijn gezien, maar we moeten ze wel vertellen. Ja, ze staan ook echt op het lijstje. Ja. Dus okay. Dan ben je er in juli helemaal klaar mee. Ah ja. Maar dan ligt er ook even aan of wanneer ik natuurlijk... Oh, de bestraling dan. Ja. Nou, oké, augustus maken. We gaan augustus. Ja. Augustus. Oké. Ja. Heftig. Ja. En zijn er nog dingen die ik kan doen of wat ik juist niet mag nemen met die chemopillen? Dat geldt eigenlijk een beetje hetzelfde als bij de vorige keer. Geen grapefruits, geen vitaminepillen, geen foliumzuur. En geen leverworst en patees. Dan mag ik ook zeker geen Amerikaan filet. Nee, dat mag wel. Oh, dat mag wel. Het gaat bij de leverworst en patees over dat het is van de varkenslever gemaakt. Mm-hmm. En daar zit dan, dat is niet helemaal, net zoals filet Amerikaan, is dat niet helemaal gebakken. Nee. Dus het is een rauw vlees. En bij varkenslevers wil daar nog wel eens hepatitis E in zitten. Okay. En omdat je weerstand zo laag is, kan je gewoon kwetsbaarder zijn voor dat hepatitis E. En dan kan je een infectie met hepatitis E krijgen. Okay. En dat is gewoon heel moeilijk te behandelen. Okay. Dan mag je daar echt ziek van worden. Want ik heb ook nog met de hematoloog gesproken. En die zei wel dat ik eventueel vitamine D mag bijslikken. Ja. En magnesium. Het gaat voornamelijk echt om de vitamine C tabletjes en de algemene A tot en met Z tabletjes. Ja. Maar heb je een vitamine D tabletje, die mag je slikken. Over de hormoontherapie heb ik ook nog niks gehoord. Dokter Houtman heeft gezegd dat hij eigenlijk wilde ik daar zo snel mogelijk mee begin. Maar ik heb daar nog niks van ontvangen en ook nog geen uitleg over gekregen. Want die Lucrin, die heb je al of nog niet? Ik heb al Lucrin, maar ik ga het samen met... Met de letrozol. Geen idee welke ik ga krijgen, maar... In ieder geval hormoontherapie. Zijn dat ook tabletten? Dat zijn ook tabletjes. Ik zal gelijk de volger daarvan pakken. Ja. Nou, die levensmiddel of die Lucrin is dan eigenlijk weer het belangrijkste. Oké. Okay. Want die maakt eigenlijk de grootste groep hormonen schakelt die uit. Oké. Okay. De Lucrin maakt de aanmaak van de hormonen, zet die stop. Daardoor kom je eigenlijk in de natuur of in de overgang. En dan worden er ook hormonen aangemaakt. Door je bijnieren en het vetweefsel. En daar werkt die letrozol op. Ja, oké. Okay. En dat wordt dan voor 5 jaar. Over het algemeen vallen de algemene bijwerkingen vallen een beetje hetzelfde als de Lucrin, de misselijkheid, duizeligheid. Je kan dan broze haar, brozere botten, al dat soort dingetjes kan je krijgen. Aankomen in gewicht. Wat je specifiek bij die letrozol wil zien, is dat je wat brozere botten ervan kan krijgen. Dit is ook dagelijks 1 tabletje. En hier maakt het eigenlijk niet heel erg uit of je het met eten, zonder eten, hoe laat je het inneemt. Dat is gewoon dagelijks 1 tabletje. Oké.
En is het maar 5 jaar? Want ik begreep dat het 5 tot 10 jaar kan zijn. Hier staat minimaal 5 jaar. Ja. Zo, nou weer een lang gesprek gehad bij de verpleegkundige specialist over de chemopillen. Ja, eerlijk gezegd viel mij het rijtje aan bijwerkingen me wel een beetje tegen. Ik hoop dat ik er geluk mee heb en dat ik er niet al te veel last van ga hebben. En anders kan je er maar op voorbereid zijn. Gelukkig hebben we ze weer voor de meeste dingen wel ook weer oplossingen. Voor de misselijkheid, diarree en voor de, het hand-voetsyndroom. Goed smeren, dus dat gaan we allemaal doen. Ik heb ook zojuist een telefoontje gehad over de hormoontherapie. Die kan ik gaan ophalen bij de apotheek. Dus daar kan ik al mee gaan starten. Ik heb ook met een nieuwe radiotherapeut gesproken. Die gaat mij overnemen van dokter Badlou. Echt een enorm leuke, spontane vrouw, zoals ik gehoord heb aan de telefoon. We hebben hartstikke goed gekletst. En zij gaat mij voorlopig overnemen. Al dan niet, misschien voor altijd. Zij heeft aangegeven dat we eerst gewoon de borsten gaan vullen. En daarna gaan beginnen met bestralen. En daarna de chemopillen. Dus we wachten het even af. We gaan goed contact houden. En wanneer we dan gaan beginnen. Ze heeft waarschijnlijk ook een alternatief voor mij. In plaats van de tato-puntjes. Wat dat precies gaat zijn, dat weet ik nog niet helemaal. Het gaat waarschijnlijk dan iets zijn wat ik zelf een beetje bij moet houden. Dat het goed op dezelfde plek blijft zitten. Maar ja, ik heb helemaal nergens tato's. En het zou toch zonde zijn als dat mijn eerste tato is. Ook al zijn ze heel klein en ze nooit meer weggaan. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik ben heel blij dat ze me die kans geeft. Dus daar gaan we het nog even over hebben. Ik ga jullie natuurlijk meenemen in het traject van hormoontherapie. Eigenlijk heb ik dat natuurlijk al, hè, want ik ben begonnen met Lucrin. Op mijn verjaardag ben ik zo de overgang ingeslingerd. Maar dit is iets wat ik er dus bij krijg. Dus ik krijg 2 soorten. Wat ik wel geweldig vond aan de radiotherapeut, is dat ze me vertelde dat eigenlijk alles wat we nu doen gewoon preventief is. En dat ze dus eigenlijk niks meer op de scan hebben gezien en dat de chemo gewoon goed zijn werk heeft gedaan. Dus alles was dan micro of was macro. En dat is dan eventueel zelfs micro geworden. Dus ja, ze hebben me toch weer even gerustgesteld. En het was een heel fijn gesprek. Goedemorgen. Ik ga mij vandaag voorbereiden op de aankomende behandelingen. Ik ga nu naar de apotheek om mijn hormoonpillen op te halen van de eigenlijk anti-hormoontherapie. En ik moet je eerlijk bekennen dat ik het toch best wel spannend vind. Want ja, het is toch weer een extra aanslag op je hormonen. Dat die worden weggenomen. De Lucrin die werkt eigenlijk op de eierstokken. Maar je hebt ook in je bijnieren en in je vetweefsel hormonen zitten. En die worden dan weer met die hormoonpillen onderdrukt. Ja, het zijn gewoon hele belangrijke behandelingen, de Lucrin en deze hormoonpillen. En ja, ik hoop dus dat ook deze keer mij de ernstige bijwerkingen worden bespaard. Want anders wordt het ja, een hele lange weg te gaan. Omdat ik die 5 à 10 jaar moet slikken. Dus ik vind het toch wel heel erg spannend. Verder ga ik nog even naar de drogist om daar de calendula zelf te halen. Zodat ik dat maar ook gewoon in huis heb. Ook heeft mijn laptop het weer begeven. Alles begeeft het een beetje. Althans, ja. Mijn oplader die deed het niet meer. Die was echt al heel oud. Mijn laptop is ook oud trouwens. En daar had ik dus een nieuwe voor besteld. Nou, die heeft het even gedaan. En out of the blue deed hij het ineens niet meer. Toen heb ik dat bedrijf gemaild. Kreeg ik heel netjes gelijk een nieuwe opgestuurd. Heeft het 1 keer gedaan. En nu ineens helemaal niet meer. Dus ja. Ik ga nu maar even met mijn laptop naar de reparatiewinkel. Die mij vorige keer ook geweldig geholpen heeft. Ja, dan gaan we even kijken waar het aan ligt. En of het waard is om het te maken. Of dat we toch maar even een nieuwe laptop gaan kopen. Ach ja, zo gaan we lekker door. Ik ben aangekomen bij de apotheker. En ineens realiseerde ik mij dat dit de eerste keer is dat ik weer auto rijd sinds mijn operatie. Dat is nu bijna 1 maand geleden. Het ging goed, gelukkig. Oké, helaas nog geen hormoontabletten, want ze waren nog niet
Ze waren nog niet op voorraad. Dus ze gaat ze nu bestellen en gaan ze morgen bij me thuis leveren. Dus dat is helemaal handig. Door naar het volgende. Ik ben weer thuis. Nou, het lag dus gelukkig niet aan mijn laptop, maar wel aan de oplader. Het was geen originele. En nou ja, zo zie je maar weer. Was geen goed idee. Dus ik ga dat bedrijf even bellen. En dan ga ik maar een originele bestellen. Kost weer even wat, maar het is altijd nog goedkoper dan een nieuwe laptop. En misschien dat we dat alsnog gaan doen. Misschien later even kijken. Want ja, genoeg kosten voor het nieuwe huis. Ik heb calendula zelf gekocht. En ik heb 3 of 2 soorten deo rollers gekocht. Om even uit te proberen zonder alcohol. En ook een beetje verzorgen. Dus ik ben benieuwd. We gaan het gewoon allemaal uitproberen als de bestraling gaat beginnen. Juju. Nou, we zijn dus bezig met onze inboedel. En we hadden in de loop van het jaar heel veel bol.com cadeaubonnen gekregen. Ja, echt heel veel. Echt heel veel. En deze hadden we uitgezocht. Ik heb er een paar setjes van besteld. Ik heb geen idee welk deel nu binnen is gekomen. Maar het is dus... Het is nu al een chique doos. Wel een hele chique doos. Ik ben heel benieuwd. Oh, dit is het wel. Ik had zo'n doos verwacht. Oké. Dit is dus. Oh, bovenkant. Onze vork. Dit is nou een vork. Goud met zwart. Ja. Hij is mooi. Oh ja, hij is ook wel lekker zwaar ook. Ja. Groot spaghetti rollen. Spaghetti rollen, ja. En daar zit dan nog een dessertvorkje bij. Voor de tiramisu die we niet meer mogen. Een dessertvorkje. Hij heeft moeite met scherp stellen. Ja, daar ben je weer. Een dessertvorkje. Een mesje. Oh ja. Oh mooi, ook zo'n punt. Nou hoop ik dus wel dat de review die ik had gelezen niet uitkomt. En dat ze dus gewoon wel in de vaatwasser kunnen. Ja, want dat stond er wel bij. In de omschrijving stond vaatwasbestendig. Ja. De lepel. Het is wel een vrij grote lepel. Het is bijna een pollepel. Dit kan toch geen gewone lepel zijn? Maar kijk joh. Ja, bij jou past het. Papa. Ga we weer. Ik krijg me niet meer uit hè. Het lijkt bijna zo'n ring van die... Van die oh ja. Zijn dat... Ja, ja. Oh, wat een cutie. Oh ja, dat is. Daar hebben wij het een keer over gehad, hè? Theelepel. Dit is het. Maar die is kleiner. Ja, maar ik denk koffielepeltjes dat dit, groter. Ik denk dat dit een dessertlepeltje is. Oh, dat, ja. Want ik heb ook nog losse twee koffielepeltjes besteld. Oh, in dat andere setje. En latte macchiato lepels. Speciaal latte macchiato. Okay. Ja. En die zijn langer natuurlijk. Die zijn lang. Lange lepels, ja. En ja, dat kaasmesje. Vleesmessen. Okay. Oh, steekmessen gewoon. Vleesmessen, niet steekmessen. En onze andere wens is dus nog inderdaad die kaas. Ja, die voor het kaasplankje, dat, ja. Dat dikker. En ik had nog iets, dat was ook een duurdere set. Moet ik even kijken wat het nou was. Oké. Okay. Ik ben er blij mee, denk ik. Ja, denk je. Ja, zoals het eruit ziet, wel nu nog kijken hoe het... Ik vind het wel een bijzondere vorm inderdaad. Het is wel een grote... Ik zag het al toen ik kocht. Het is wel handig voor de soep. Zo, het is een bijzondere maat, omdat hij heel rond is. Ja, fijn dit, maar dat is die ovaal. Ja, precies. Hij is echt rond. Ahoy, matey. Oh ja, Luso elegante spatelset. Ahoy, matey. Met een groene smoothie gaan wij weer afsluiten. Vond je dit weer een leuke vlog? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, belletje aan te zetten. En we zien weer heel graag jullie reacties. Tot de volgende vlog. Tot de volgende keer. Ciao.